Hallo, wij zijn Kaiway. Zoals we het cassettebandje hebben vervangen door online streaming, zo is glasvezel helemaal de techniek van nu. Elise, Christa en Els zijn onlangs overgestapt naar een alles-in-één glaspakket. Daarmee hebben zij definitief afscheid genomen van DSL. Sinds 3 weken ervaren zij de vele voordelen van glasvezel. Ja, ik heb 3 weken Kaiway en ik moet zeggen dat het heel goed bevalt. Ik zou het een ander zeker weten aanraden, ja. Ja, gewoon sowieso beter beeld. Alles gaat gewoon heel veel sneller. Het is ook goedkoper, zeker. Bent u ook overtuigd? Bestel dan snel uw alles-in-één glaspakket. Want dat betekent sneller internet, televisie in de hoogste kwaliteit en u bent voordeliger uit. Dus graag tot ziens bij Kaiway. Wordt verzonden aan de minister van Binnenlandse Zaken. En na benoeming hopen wij de heer Gerritsen in het vroege najaar te kunnen installeren als burgemeester van deze prachtige stad. Voorzitter, tot zover. VVD-burgemeester, ja, daar zijn wij uiteraard heel blij mee als VVD-fractie. En ik heb de heer Gerritsen de afgelopen periode leren ontmoeten en leren kennen. Geweldige burgemeester van Almelo, daar zijn we heel blij mee. En ik denk ja, zijn profiel en de manier hoe hij erin zit, fantastisch vond de stad. Dus wij zijn heel blij met de keuze voor de heer Gerrits als nieuwe burgemeester van Almelo. Nou, laat ik één ding zeggen, dat wij als partij Democraten.nu zeer blij zijn met meneer Arjan Gerritsen als aankomende burgemeester. En wij hem ook met veel liefde hebben voorgedragen om hier in Almelo te komen. Nee, het was geen verrassing, want ik was als adviseur verbonden aan de vertrouwenscommissie. Dus ik heb deel uitgemaakt van de procedure. Dus ik wist al enig tijd wie de nieuwe burgemeester van Almelo gaat worden. En nee, het is niet echt een verrassing, maar het is wel een bevlogen en een gedreven Twentenaar die terugkomt naar Almelo, want hij is geboren in Ente. Dus het is ontzettend mooi dat hij nu weer terugkomt met zijn gezin naar Almelo. Hij is relatief jong, heeft al een prachtige carrière achter de rug, heeft een ontzettend goed netwerk en is ontzettend enthousiast, weet veel van Almelo, kent Almelo, heeft hij hier een deel van zijn jeugd in Almelo doorgebracht, dus dat komt helemaal goed. Ja, niet zo heel lang meer. Als alles doorgaat, zal dat 2017, halfweg 2018 gebeurd zijn. Nou, dat heeft in eerste instantie met subsidie te maken, maar het is eigenlijk gekomen door een verschil van mening wat wij hebben tussen de taken en werkzaamheden, zeg maar de bevoegdheden die een wijkplatform Almelo heeft en hoe de gemeente Almelo daar tegenaan kijkt. En dat heeft dan te maken met autonomiteit. Ben je als wijkorganisatie zelfstandig, kun je zelf bepalen wat voor onderwerpen je aan de orde stelt. Of kun je dat niet, of laat je je bepalen door de gemeente dat die voorschrijft waar wij ons wel mee of niet zouden kunnen bemoeien. Nou, we hebben inderdaad gesproken. Ik, wethouder, de stadsdeelcoördinator en vertegenwoordigers van het platform. Volgens mij was het een goed gesprek, verhelderend gesprek. Het platform heeft aangegeven dat ze zich specifiek wil richten op een aantal thema's in de binnenstad rondom infrastructuur, parkeren, vormen van overlast. Terwijl de behoefte van de gemeente ook is om met bewoners van wijken in gesprek te zijn over andere thema's. En de slotconclusie was, nou, als het platform zich daar niet voor wilde inzetten, zichzelf ook niet voor geschikt acht, dan gaat de gemeente op zoek naar andere platforms in de wijk van bewoners die zich wel op bijvoorbeeld sociale terreinen ook willen manifesteren.
Nou, er zijn niet zo heel veel organisaties die zeg maar de bewoners behartigen. Er zijn natuurlijk de middenstand heeft een eigen organisatie. Maar als bewonersorganisatie zijn wij de enige zeg maar, als platform. Wij zouden dan niet meer, doordat we niet meer de belangen van de binnenstadbewoners behartigen, zouden we ook niet meer vanuit de gemeente zeg maar, als groep te boek staan als de belangenbehartiger voor de gemeente. En we zouden dan nu een zogenaamde kritische vriendengroep moeten zijn, die nog wel een bepaald onderwerp is eenmaal doorneemt en bekijkt en dat nog eens eenmaal met de gemeente communiceert. Maar daar draait bij ons ook het probleem om. We hebben natuurlijk een gesprek gehad. Hè. Ze krijgen een hele bescheiden kleine subsidie. En daarvan hebben we gezegd van dan vormen we het om. Hè. Als u zichzelf niet in een heel brede scope ziet als vertegenwoordigers van de inwoners van de binnenstad, omdat er thema's zijn waar u echt niet meer uit de voeten kan, dan gaan we dat op een andere manier organiseren in de binnenstad. Dat betekent ook dat u eigenlijk een groep kritische vrienden wordt van de gemeente. En u bent ten alle tijde welkom in dit huis om zaken aan te dragen en bespreekbaar te maken. Maar die kleine subsidie bouwen dan ook in een redelijke termijn van 2 jaar gewoon af naar nul. Het gaat ons niet eens zozeer om die paar cent subsidie die we op jaarbasis krijgen. Iets van 780 of 790 euro, dat zet geen zooi aan de dijk. Maar het gaat met name om de regeling dat je als partij, zeg maar als bewonersplatform, betrokken bent bij beleid van de gemeente Almelo. En dat staat nu ook op het spel dus. En dat vinden we het meest trieste van het hele verhaal. En er komt nog bij, dat hebben we even nagetrokken, dat wij de eerste zijn die nu met dit probleem geconfronteerd worden. Ik heb een belrondje gedaan onder andere wijkcommissies en huurders of bewonerscommissies. En daar is nog niets van bekend dat het op deze manier geregeld gaat worden. Dat kan ik niet zo beoordelen, hè, want die wijken vallen onder mijn collega's. Dat komt waarschijnlijk nog. Ja, dat neemt natuurlijk ook nog wel de nodige kritiek naar de gemeente en naar de politiek toe. Maar goed, dan moeten we dus even afwachten. Nou, dat hoeft niet. Hè. Dat hoeft niet. Ik kan mij voorstellen dat er in andere wijken op een andere manier bereidheid wordt getoond om die samenwerking met de gemeente ook in een verbrede scope vorm en inhoud te geven. Dus ik kan niet zeggen dat dit model moet gaan staan voor de overige wijken van Almelo. Ga je mee met ons op reis, waar de bloemen bloeien in de wei, naar het groene paradijs. Zet je kleine zorgen maar opzij, want daar is... Harry Schrotenboer, wanneer zijn de imkerdagen? Ja, dat is morgen en overmorgen. Het is en zaterdag en zondag. Maar het is vaak niet zo dat een imker 2 dagen heeft. Maar op de site van de NBV, de Nederlandse Bijenhoudersvereniging, is heel goed te zien waar welke imkers de open dag hebben en wanneer. Ja. 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 Hoe weet je nou of je die honing kunt oogsten? Dat weten we, dat is ook te zien, als 2/3 van het raam verzegeld is met wasdekseltjes, dan weten we dat de honing rijp is. En dan is het suikergehalte, weten we dat het goed is, en het vochtgehalte laag. En dat willen we graag hebben, want dat maakt de honing houdbaar. Ach jee, dat is zwaar hoor. Ja, ik schat dat hier 2-3 potjes honing in zitten. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja. Is het een lucratief beroep, ja. Imker? Nee. Je moet het doen omdat je gevoel hebt voor de natuur en dat je vindt dat dit een goede bijdrage heeft tot de oogst waar we allemaal van moeten leven. En natuurlijk, je moet van de natuur houden. Ja, maar je hebt ook allemaal stagiaires bij je, hè? Ja, wij noemen dat leerlingen en dan mag je dan de mentor voor zijn. Dat is een hele eer als je daarvoor gevraagd wordt. En ik weiger dat ook nooit, omdat ik vind dat veel meer mensen moeten gaan doen. En degene die ik nu bij me heb, daar ben ik ook erg blij mee. Met dit weer kunnen ze wel een afstand vliegen van 3 kilometer. Maar als de dracht dichterbij is, dan zullen ze dat niet gaan doen. En als het kouder is, dan zullen ze wat dichterbij blijven. Want ze nemen namelijk voedsel mee om naar de drachtplek te komen, maar ze nemen ook voedsel mee om weer terug te komen. Dat is ook een van de redenen waarom bijvoorbeeld een bij ook nooit over water vliegt. Over water, want dan hebben ze meer voedsel nodig en dat ontwijken ze. De bijen die gaan altijd naar een dracht die ze zelf hebben uitgezocht.
En op dit moment weten we haast wel zeker dat dat de linden zijn. De linden bloeien volop op dit moment en daar halen ze ook heel veel nectar en stuifmeel vandaan. En dat geeft dan ook die heerlijke lindenhoning die dus de enige honing met een mint smaak heeft. Ja, en we denken, wat we hier in Almelo proberen te doen, en dat denken we ook, maar daar moeten we nou even een concept voor vinden, is dat we op een of andere manier proberen om deze honing die hier verzameld wordt, ook weer in dit gemeentehuis op een of andere manier aan de man te brengen. Vandaag is een bijzondere dag. Vandaag ben ik een van de organisatoren die de harmonica accordeondag voor elkaar ziet te krijgen. Dat doen we in samenwerking met de Broekman uit Bonnebroek. En daar maken we eigenlijk ieder jaar een heel groot spektakel van. Dit jaar is het de 9e keer dat wij het organiseren. En wat komt hier al zoal? Nou, wat hier komt, je kunt zelf zien. Kijk, er komen heel veel mensen op los. Kijk, het is eigenlijk zo dat mensen houden er rekening mee. Dat het een traditie is hier bij de zorgboerderij De Piet. Meneer Brinkman, wat brengt u hier naar Almelo? Nou, buiten het feit dat het mijn geboortestad is, waar ik 51 jaar geleden geboren ben, jawel. En natuurlijk nog ontzettend veel familie heb, is Almelo een van de steden die wij tot aan de campagne 15 maart 2017, verkiezingsdag, voor de Tweede Kamer gaan aandoen. Belangrijk voor ons, vooral ook de grenssteden. De grenssteden hebben hard te verduren van het beleid van het kabinet. BTW-verhoging die ervoor gezorgd heeft dat heel veel bedrijven de concurrentieslag met het oosten hebben verloren. Kunt u plaatselijk ook wat betekenen? Ja, ik denk het wel. Juist voor deze regio, die zoals u ongetwijfeld weet het erg moeilijk heeft om het hoofd boven water te houden. In de slag toch ook met onze Duitse oosterburen, waar de BTW gewoon nog 19% is. Waar het leven in het algemeen gewoon een iets wat goedkoper is. Mensen in de grensstreken die boodschappen gaan doen in Duitsland, die hun tankbenzine daar volgooien en leuk weer hier in Nederland komen. Honderden tankstations in de regio's zijn daardoor failliet gegaan. Dat zal niet anders worden bij een volgend kabinet. Ook het volgend kabinet zal pro-Europa blijven. Zal altijd het liefste jongetje van het klas willen blijven. Zal veel geld willen besteden in een grote overheid die wij niet willen. Met andere woorden, er moet echt een breekpunt komen voor ja, misschien een kleine, maar misschien ook wel een middelgrote partij die daar een verschil in kan maken. Wat was een leuke herinnering aan Almelo? Mijn schooltijd op het Erasmus College hier in de buurt. Ja. Leuke herinnering. Hele mooie school. Ja, ik heb het erg naar mijn zin gehad hier in mijn jeugd. De club is hier aan het Wendelgoor opgericht in 1987. Hoe is het in de loop der jaren gegaan met het ledenaantal? Hoe is de verhouding tussen senioren en junioren? Nou, we zijn een relatief kleine club. Er zijn steeds leden bijgekomen in de loop der jaren. Maar op dit moment zitten we op de 140 leden, waarvan zo'n 20 junior.
Wij vinden dat we juniorleden moeten hebben. Dat zijn we als onze stand verplicht. Dat moet je als juryvereniging. Dat geeft ook heel veel reuring, veel beweging. Jeugd is leuk. Maar we leiden eigenlijk onze jeugd op voor andere clubs. Want we hebben geen universiteit in Almelo, zoals je weet. En je ziet vaak dat de universiteitssteden, die nemen die leden over. Dus heel veel van onze jonge leden, als ze 18 worden, gaan ze ergens anders studeren. En raken ze kwijt, gaan ze ergens anders roeien. We hebben een heel mooi water. Er komen ook veel ploegen uit de Randstad, Utrecht, ook Amsterdam. Die komen bij ons trainen. Omdat we een heel recht stuk hebben. Een mooi stuk, rustig vaarwater met weinig verkeer. Het is wel zo dat de beschoeiing in het kanaal nu wordt vervangen. En we zijn er bang voor dat de natuurlijke beschoeiing wordt vervangen door betonnen platen of van die stalen platen. En dan klost dat veel meer. Dus we moeten nog wel met de Waterstaat, de provincie, de gemeente aan de slag hoe we dat gaan oplossen. Nou, de meeste boten zijn eigendom van de vereniging. We hebben heel veel boten. Volgens mij tegen de 200 wel. Het is een gigantisch veel boten. We hebben erg mooie boten ook. Dus we zijn eigenlijk volledig klaar voor een sterke stijging van leden, zou ik het wel zeggen. En die boten, dat zijn skifjes, dat zijn de eenspersoonsboten. Die kennen we allemaal wel, dat zijn die hele kleine, smalle boten. Die zijn erg goed voor om technisch in te leren roeien. Omdat je altijd recht om te slaan als je fouten maakt. En verder heb je boten voor 2 personen en voor 4 personen. Je hebt boten met waarmee je maar beide riemen en je hebt boten waarmee 1 riem bedient. Eigenlijk van allerlei soorten. De roeisport is niet een dure sport. De mensen denken dat wel, zoals ze die boten zien, want die zijn wel vrij prijzig. Boten zijn duur. Maar wij rekenen voor onze seniorleden €250 per jaar. Dan mag je onbeperkt gebruik maken van de boten. En je mag ook, je wordt opgeleid, je wordt getraind, je mag meedoen aan wedstrijden. Kortom, wij vinden dat we geen dure sport zijn. Als we het vergelijken met, ik noem maar wat, lidmaatschap van de sportschool, dat zeg ik altijd. Nou, dan komt roeien er goed mee weg. En ook leden die hebben een eigen boot. En die boten liggen bij ons. En dat is dan die betalen daar een kleine vergoeding op jaarbasis voor. Dus die hebben een eigen boot. Dat zijn vaak ook leden die heel lang lid zijn. Of die lang wedstrijd hebben geroeid en die hebben een eigen boot. Dat vinden ze fijn. Ja. We hebben geen echte trainer. We hebben wel een aantal mensen die gewoon trainingscertificaten hebben. Dat verzorgt de Roeibond, de Koninklijke Nederlandse Roeibond. Daar kun je gewoon certificaten halen. Dan ben je echt een bevoegd instructeur op verschillende niveaus. En bij ons zijn ook door die goede instructie die we geven, ook aan beginners, maar ook aan ervaren roeiers, hebben we ook wel toch wel flink wat mensen opgeleid die later heel bekend zijn geworden. Zoals de dames Veldhuis, die heel bekend zijn geworden hier in Almelo. En nationaal veel prijzen hebben gewonnen. Dus je kunt zeggen dat we in de winter altijd wel een paar weken hebben dat we niet mogen roeien. Maar in de zomer, als het lente wordt en in deze tijd van het jaar, wordt natuurlijk heel fanatiek geroeid door iedereen. Dat is prachtig op het water. We hebben onze eigen nationale Godfish race, die is altijd in september. Vandaag hebben we een race samen met Davensgia Bridge to Bridge. Dus we organiseren en we wel races en we gaan natuurlijk ook regelmatig naar races toe. Onze roeiers die dat leuk vinden, die schrijven zich in, die worden ingeschreven. En die vertrekken dan 's morgens vaak heel vroeg om dan ergens om 9 uur te zijn en daar gaan ze roeien. Nou, wat we graag willen is in ieder geval groeien. We zijn heel actief bezig, ook in Almelo, maar ook in Wierden, want we zitten dus ook in Wierden. Om te kijken of we nieuwe leden kunnen werven. Op dit moment zien we dat onze jeugd erg aantrekt, dat is leuk. Maar we willen ook nog wel flink wat mensen boven de zeg maar 25 tot 30 willen we eigenlijk ook wel graag erbij hebben. Dat geeft ook een wat breder veld. En het is ook dat het is al lang geen elitaire sport meer. Dus iedereen is van harte welkom om hier te komen roeien. En dat is wel een van de speerpunten van de afgelopen jaren, groeien.
Er zijn heel gelukkige mensen. Fantastische avond, prachtig mooi weer en top show en sensatie. Heel lang voorbereiding en dan nog zo'n succes? Ja, geweldig. Echt super geweldig. Ik kan niet anders zeggen. Lange voorbereiding inderdaad, maar het is allemaal gelukt. Mede dankzij de korpsen natuurlijk. Het publiek wat voltalig aanwezig is. Dus wat dat betreft kan mijn avond niet bestukken.
voor herhaling vatbaar weer? Het begint wel weer te kriebelen, ja. Straks voor over 2 jaar wie zien we weer. Ja, dit bleef gewoon mooi. Vorige keer een beetje spanning gehad, maar dat is met de oorbrengen is dat helemaal weg. Van, dat wist ik wel. Ja. Almelo is natuurlijk al een heel bekend evenement aan het worden hier in Almelo. Dus de tweede editie komt eraan. Tweede of derde editie komt eraan. En het is natuurlijk een prachtige dag voor Almelo om zich om te bewegen. Fietsen, rennen, wandelen. De stichting Almelo Allee gaat straks in september, de derde zondag in september. Dat is onze vaste datum. Gaan we dit keer ook meer aandacht vragen voor het thema water. En dat komt omdat we het buitengebied, Almelo heeft veel water, extra onder de aandacht willen brengen. Ja, zelf als voorzitter van de roeivereniging Amicus gewoon mee in aanraking, omdat het op dezelfde dag is als wij onze jaarlijkse race hebben, de Godwits race. De Godwits Regatta race is ook op de derde zondag dan in september. Is er een combinatie met Almelo Allee? Nou, er komt vanaf het waterschap komt er een fietsroute. De vertrekpunt is bij het waterschap en dan komen ze ook langs het kanaal en dan komen ze bij Amicus terecht. En bij Amicus hebben we dan weer een stempelpost.
de route die Almelo Allee heeft om te fietsen zal worden geleid langs het Amicus-terrein. Zodat je eigenlijk de combinatie hebt van twee evenementen. Het Almelo Allee en het kunnen kijken naar onze races. Op hetzelfde moment is bij de Amicus in het kanaal is dan een wedstrijd, de regatta. Daar zijn natuurlijk allerlei mensen uit het hele land die daaraan deelnemen. Nou, de fietsers die er langskomen, die kunnen dan kennis maken met het roeien, het roeievenement op zich. En door de stempelpost die daar dan zal zijn op het terrein bij de Amicus, kunnen ze wat achtergrondinformatie krijgen over het roeigebeuren. Je kunt met de roeiers mee fietsen, dat is misschien niet voor iedereen, hè, maar het ligt er ook maar net aan op welk tijdstip je er langskomt. Maar het is wel de bedoeling dat ze dan ook een stukje mee fietsen. We hebben een gratis instapkaart voor u, dat mensen kunnen gratis deelnemen aan Almelo Allee. Als u die krijgt, aan wie zou u hem willen geven? Ik zou hem geven aan het sportfonds van Almelo. Dat zijn het fonds wat voorziet dat kinderen kunnen deelnemen aan sporten. En die zullen vast een kind vinden wat dat heel goed kan gebruiken. Okay. Kunt u in een paar steekwoorden of zinnen vertellen wat Almelo en de mensen zo bijzonder maakt? Almelo is, vind ik, echt een stad waar van alles en nog wat hele leuke initiatieven worden ontplooit. Er gebeuren mooie dingen, gebeuren leuke dingen. En soms wordt er te weinig gezien. En ik vind dat de Almeloers best wel trots erop een eigen stad mogen zijn. Welkom bij Twente Breed, het programma van 1 Twente met het grote en kleine nieuws uit Twente. Binnen een uur tijd kwamen 82 deelnemers van de Business Tour aangereden op het XL Business Park in Almelo om een snelheidsproef te houden. Het waren niet alleen snelle bolides, maar ook historische auto's. Dit is onze 11e editie en dat is een rally die altijd in Oost-Nederland plaatsvindt. En dan rijden we door alle mooie plekjes van Oost-Nederland met allemaal ondernemende autoliefhebbers. En hoeveel auto's nemen hier aan deel? Dit jaar doen er 82 auto's mee en dat is van klassiek tot modern. U heeft van alles al voorbij zien komen en we rijden in verschillende klassementen, ervaren, onervaren, echte nieuwkomers. Ja, ik zag zelfs buitenlanders, Duitsers, Engelsen. Ja, dat zijn leenauto's. Dat zijn geen. We hebben al wel een Duitser mee, die doet altijd mee. Maar verder is het bijna allemaal Nederland. Wel, ik kom uit heel Nederland overigens. Wij rijden voor het Leontienhuis van Leontien van Morsel. Haar man rijdt ook mee, ze kon zelf helaas niet. En we rijden elk jaar voor een goed doel. Dus we hebben in alle jaren al heel veel goede doelen ondersteund. Thank you.
De brandweer rukte massaal uit naar het stadhuis van Enschede. Maar er was gelukkig niets aan de hand. Het ging om een oefening en een oefening met een reden. De jaarlijkse brandoefening in het stadhuis van Enschede verliep probleemloos. Maar toen de brand was geblust en de ambtenaren weer terug naar hun bureau wilden gaan, werd ze nogmaals het vuur aan de schenen gelegd. In 2005 is er een afspraak gemaakt voor onze vroegpensioenregeling. Door allerlei veranderingen in wet en regelgeving is die niet meer uitvoerbaar. En wij vragen eigenlijk nu erom dat dat ding gerepareerd moet worden en dat wij weer met een fatsoenlijk pensioen naar huis kunnen. Dus alle werkzaamheden die we normaal uitvoeren, voeren we nu niet meer uit. Alleen het hoognodige voor de uitdruk te garanderen, dat doen we nog. Daarnaast hebben we hier dus nood tijd voor dit soort dingen te doen. De burger moet het wel zien. Als wij op de kazerne blijven zitten, ziet niemand het. Dan bereiken we helemaal niks. Ik was niet op de hoogte dat het voor de actie was van hun CEO. We hebben gewoon overleg gehad met de brandweer voor onze jaarlijkse ontruimingsoefening. En die zal vandaag worden gehouden. En achteraf werd het een actie voor hun CEO. Zou je ons kunnen uitleggen wat er precies is gebeurd daarbinnen? Ja, dat kan ik. We hebben binnen een ruimte geanceneerd. Daar wordt dus oefenrook in gezet. Daardoor gaat het ontruimingsalarm gaat af. De brandmeldcentrale die activeert en die gaat normaal via de alarmcentrale, krijgen wij daar bericht van. De mensen komen hier aanrijden en de hoofd-BFV'er die moet de brandweer opvangen. En de bevelvoerder van de auto die gaat in gesprek met de BFV'er, die vraagt wat er aan de hand is. En wij gaan ons ding doen, wij gaan de rook opzoeken, wij gaan proberen de rook eruit te halen. En we gaan kijken of echt iedereen eruit is. Wij gaan vaker dit soort acties houden, elke keer anders, elke keer op een andere plek. Dus ook andere bedrijven, als die zeggen van goh, dit vinden we mooi met onze BFV-organisatie, staan wij daarvoor open. KWF Kankerbestrijding organiseerde de Samenloop voor Hoop in het FBK-stadion in Hengelo. Dit was de eerste keer dat het evenement in Hengelo gehouden werd. Tijdens de Samenloop voor Hoop wandelden de deelnemers 24 uur lang voor de bestrijding van kanker. En het gaat erom aandacht te krijgen voor kanker, de bestrijding van kanker. En dat wordt dan in een evenement, een 24 uurs wandelestafette, vervat. Waarin eigenlijk de link gelegd wordt van 24 uur vechten de mensen ook tegen kanker. En dit is dan ook 24 uur lopen tegen kanker. En daarnaast hebben we een 24 minuten kinderloop ook georganiseerd. De openingshandeling werd verricht door Jan van Halst. Dus dan gaan we, dames en heren, we tellen met z'n allen af. 5, 4, 3, 2, 1. Het leuke is dat na het openingsschot de survivors, zoals we de mensen noemen die kanker hebben of net genezen zijn van kanker, die zullen de openingsronde openen, helemaal voorop en daarna sluiten de andere lopers zich aan. En gedurende die 24 uur waren er veel indrukwekkende momenten te beleven. Met name de kaarsenceremonie die 's avonds om 11 uur begint. Waarbij we dus ook alle kaarsenzakken die verkocht zijn aansteken en rond de baan worden geplaatst. Dan staan we eigenlijk heel dicht even stil bij het gevecht tegen kanker en mensen die overleden zijn aan kanker. Er werd uiteraard niet alleen maar aandacht gevraagd voor de bestrijding van kanker. Er werd ook geld ingezameld. De bedoeling is geld op te halen, daar zijn we heel duidelijk in. En dat geld wordt natuurlijk op een hele goede manier ingezet. Waarbij de drie kernwaarden van KWF belangrijk zijn. Minder kanker, meer genezing en een betere levenskwaliteit. Elk kleine beetje helpt. En uiteindelijk is er meer dan 63.000 euro opgehaald. De eerste groep vluchtelingen is aangekomen bij de noodopvang in het oude Tubantia-pand aan de Getfurtsingel. Een voorzichtig begin, want het gaat om 21 vluchtelingen. Er is maximaal ruimte voor 500 vluchtelingen. De eerste groep vluchtelingen is donderdagmiddag aangekomen bij de noodopvang in het oude Tubantia-pand aan de Getfurtsingel. De meeste van hen komen vanuit het aanmeldcentrum in Ter Apel. Eén komt over vanuit het Brabantse Budel. De eerste vluchtelingen zijn aangekomen. Hoe is dat als koarsnemer? Ja, leuk. Weet je, toch ook wel weer. Je kijkt er wat met spanning naar uit, maar het is ook mooi om te zien dat het dan eindelijk het opvangwerk gaat nu echt beginnen. Dus voor ons is dit echt de start van het COA. Er stonden 26 bewoners in de aankomstreservering, 10 nationaliteiten, dus dat is bijzonder. Van de 26, 6 kinderen. Dus ook dat past geheel bij de afspiegeling die wij landelijk ook hebben.
9 mensen van het vrouwelijk geslacht en 17 van het mannelijk geslacht. En ook dat is representatief van wat wij over het algemeen opvangen. Dus ik heb een mooie dwarsdoorsnede binnengekregen. Nou, vandaag doen we gewoon rustig aan. De mensen worden naar de kamers gebracht. Wordt een en ander verteld over, nou, weet je, hoe ziet het pand eruit en waar bent u? We gaan natuurlijk toewerken naar de avond, naar de maaltijd. Hè, voor de mensen die kunnen in principe gewoon eten rond een uur of 6. En de mensen van islamitische achtergrond, die kunnen na 10 eten, omdat we op dit moment nog in de Ramadan zitten. Dus daar wordt gewoon rekening mee gehouden. Wat gaan ze allemaal doen? Nou, dat gaan we met de bewoners zelf bepalen. We hebben natuurlijk een enorm netwerk in de stad met impact. En we hebben natuurlijk ook een aantal vrijwilligers die staan te popelen om hier in Pandig aan het werk te gaan. En daar gaan we nu mee starten. Bijvoorbeeld het Bazaal Nederlands hebben we afgesproken om daar over anderhalve week mee te beginnen. Als de mensen wat geacclimatiseerd zijn, dat wij weten wie we in huis hebben. Om dan echt de interne activiteiten aan te gaan bieden. En ondertussen is het gewoon wat aandacht geven en kijken. Voor ons is het natuurlijk ook even pionieren. We zijn net begonnen, dus het is over even aankijken. Het Afrika Festival in Hetme is een begrip in festivalland. Het tweedaagse muziekfestival vindt al 28 jaar lang plaats op het prachtige groene openluchttheater in Hetme. We staan vandaag op het Hetme Festival, het Afrika Festival, dat voor de 28e keer georganiseerd wordt. Het is een festival waar groepen, muziekgroepen bij elkaar komen en waar mensen die inderdaad gereisd hebben in Afrika hun prachtige dingen weer terugvinden. De herinneringen, de ontdekkingen die ze gedaan hebben daar, kunnen ze delen met anderen. En wij hebben een stand met kunst uit West-Afrika, met name Burkina Faso, Mali, Togo, Benin. De nieuwe Kadri gaat nu voor jou zingen. De nieuwe Kadri die zingt nu voor jou. Het is nu 28 jaar verder. We zijn inmiddels als openluchttheater een bedrijf geworden met verschillende optredens. Afrika Festival, Robin Hood gaat in 2017 plaatsvinden. Metropool heeft hier zijn optredens, dus we zijn ook steeds professioneler bezig. Aan de hand van de kaarten van P-Logic kun je zien waar de mensen allemaal vandaan komen. Die zijn verspreid over heel Nederland. Dus je komt weinig mensen uit Bonn en omgeving tegen, maar heel veel. Het blijkt dat 3000 overnachtingen in en om Bonnen zijn, dus heel Bonnen en omstreken vaart er wel bij. Hier achter mij zie je de plattegrond van het theater. Elke standhouder krijgt een plattegrond met zijn plaats aangewezen. Hier kan iedereen even kijken van waar die staat en waar wat staat. En de organisatie kan alleen maar draaien omdat wij meer dan 300 vrijwilligers hebben die zich daar dag en nacht voor inzetten. Oh ja, ik kom uit Afrika, dus ja. En zo te zien, als je zo rondkijken, ja, alles komt weer terug, hè. Je ziet alles, dus gewoon leuk. Alles hier staat gewoon, ja. Als thuis, hè. Je ziet alles, de kleding en de eten. Ja, als ik de kleding zo zie, dan denk ik, wat zijn we niet van de saai. Ja, kleurrijk, hè. En ik ben getrouwd geweest met een Kaapverdiaan. Dat is ook Afrika. En daar ben ik 3 keer geweest. En ja, voor mij ook Justine Medoor natuurlijk. Dat ja, vind ik geweldig. En straks komt er ook een zangeres die een Kaapverdiaanse moeder heeft volgens mij. Dus dat vind ik dan ook wel leuk om dat nog even mee te pikken. Ik kom van oorsprong hier uit Hetme zelf. Ik woon nu in Bonn. En ik kom uit Hengelo, dus Hengelo. Ja. En wij helpen hier al vanaf het begin, dus dit jaar voor de 28e keer.
En je kunt als vrijwilliger natuurlijk helpen bij de crew buiten, bij de parkeerplaatsen, bij de wegen, bij de ontvangsten. Daar moeten ze het ook een beetje van hebben. Het festival staat natuurlijk ook heel goed bekend. Hè? Vorig jaar uitverkoren tot een van de 25 beste festivals van de hele wereld. Dankzij vele vrijwilligers, alles gedaan zonder subsidie. Dus... Ja, van heinde en ver zijn ze hier ieder jaar, dus het is echt de moeite waard. Awadabole malu. Awadabole malu. Awadabotoye malu. Ja, wij zijn Orient Express. We zijn een familiebedrijf en we maken hier eten op het Afrika Festival. We maken vegetarisch eten en keten met kip. Ja, we zijn al Marokkaans, dat is Noord-Afrika. Dus we zijn wel Afrikaans. Wel echt Afrikaans. Ja. Ja, dit is mijn zusje Karima. Mijn oude zus Khadija en mijn vader. En jij bent? Ik ben Fatima. Ik vind het zo leuk om jullie hier te zijn. Om te ons te kijken hoe wij koken, hoe ze schoen, alles is belangrijk voor de klant. Ja. Kom eten, om te eten, echt waarom eten. Wij koken hier niet thuis, wij koken bij. Ik kom altijd hier koken, ik koken niet bij mij thuis, nee. Deze is onze Afrikaanse lumpia, is sambusa. Dit is banaan. Ja, is rode banaan. Nou, dat was alles. Dit was Twente Breed alweer voor deze week. Wist je trouwens dat je iedere werkdag vanaf 7 uur in de ochtend al kunt luisteren naar 1 Twente Radio? Dat kan via je eigen lokale omroep. Op 1 Twente Radio hoor je ieder uur de leukste muziek en uiteraard het laatste nieuws uit Twente en uit je eigen gemeente. Bedankt voor het kijken en tot volgende week.